In this episode, we explore an abandoned monastery. The monastery was built between 1893 and 1895. In 1911, another wing and a library were added. During the Second World War, the Jesuits were again expelled, this time by the Gestapo. And in 1943, the chapel was blown up by the occupying forces. The building stood empty from 1948 until 1961, after which the Franciscan Sisters of St. Joseph moved into the building and established a retirement home there. The building has been empty since 1985 and is well monitored by cameras and alarms. So we didn't know we could legally visit this abandoned monastery. We were still able to explore a lot of the buildings inside of the monastery. Enjoy this video of what is left of this abandoned monastery. Dus we zijn nu een hele heuveltop opgeklommen om langs achter helemaal terug naar beneden te gaan van naar het klooster, want aan de voorkant hangen al veel camera's. Dus we gaan eens kijken of we helemaal langs achter naar beneden kunnen afdalen tot in het klooster. Hier ligt een rugzakje. Maar hier is wel een beetje een weg. En de omheining was kapot gedaan daar. Ah, daar is het. Ja. Dus daar tussen de bomen kun je het zien, het gebouw, daar is het klooster. Goed, we zijn net in het eerste gebouw binnengeraakt. Dat is een klein bijgebouw. Maar we zijn er net mensen tegengekomen. We zijn daar die heuvel helemaal af, hier door dat oerwoud gemoeten. En die zeiden dat er mensen waren met een soort tour. Dus ik denk dat we toch wel moeten oppassen. Maar ze zijn niet naar binnen durven gaan. Wij gaan proberen, hè. Oké. Okay. Oh, een trap naar boven. Die plafond is gewoon helemaal naar beneden gekomen. Kan je eens kijken gewoon, hè. En dat was een kleine kapel of zo. Dat was hier een kleine kapel, waarschijnlijk. Maar hier aan het altaar. Ja, waarschijnlijk wel. Maar je ziet, jong. Dat is gewoon allemaal ingestort, hè. Mm-hmm. Je kunt zelfs niet meer op de eerste verdieping komen, want dat zakt gewoon in, volgens mij. Ja, dat zakt gewoon in. Dat is echt gevaarlijk. En, ziet je iemand? Shit, ik kom echt recht op een camera uit. Op een camera? Ik heb dat hij nou heeft gezien. Maar kijk. Mooi. Kenneth gaat nu kijken of dat we daar binnen kunnen, maar er hangt wel een zieke grote camera daar. Hè. Dus die gaat u hem sowieso gezien hebben. En langs achter, erachter door.
Echt of wat? Gewoon maar rechtdoor dan. Wij zijn dus door dat pietlullig stukje gekropen om binnen te geraken. Het was niet gemakkelijk. Maar we zijn wel binnen. Allee, ik toch. Ik ken het nog niet. Oké, guys, we zijn binnen. Oh, check the hallways. Dat is een soort boiler of zo, een boilerkamer. We zijn wel binnen. Ja, ja. Ik denk dat dit een soort kelder is, ja. Geen idee wat dat allemaal moest zijn. En die knoppen kan ik niet komen. Dat lijkt een badkamer. Alleen zo kleine dingen. Ik weet niet voor wat dat ding. Ook al die tegels en zo. Dat was een keuken of zo, of wat? Ja, ik denk het wel dat dat een keuken was. Want deze was volgens mij een koeler. Ja, zie. Ja, doet hij niet toe, hè? Ja, dat is een koelcel. Ook zo die vloertegels helemaal zo. En dan dat ding dat je helemaal afschraapt. Elektriciteitskasten en zo. Maar check. Voor de verwarming en zo. Ja. Er zijn nog andere mensen in het gebouw. Ik weet niet wat die aan het doen is, maar volgens mij worden hier tours gegeven op zondagen. Oh, fuck yes. Oh, wat is deze? Dat is een keuken. Ja, inderdaad. Oh ja, inderdaad. Dat is een keuken geweest. Maar dat is echt wel zot.
zo'n hutje ook, zo. Geen idee wat dat moest zijn. Oké, we gaan gewoon verder. Maar jullie zijn er niet gegaan. Jullie zullen best voor die camera's. De verblijfplaatsen van mensen. Ah, echt? Zullen we eens kijken? Ja, dat zijn allemaal die kloosters, alleen die kamertjes. Volgens mij. Zo'n tafel. Maar de meeste kamers zijn wel echt gewoon leeg. Ja, het is gewoon leeg. Ja, zelfs een terras. Zie je dat hier niks hangt? Denk het niet. From the looks of this chapel, you can see that it was added later in the 1960s, a modern chapel with stained glass windows at the expense of the German war debts.
een ander alarm. Ook wat afgaan nu, een ander. Wat is er nu met een drillmachine aan bezig? Dus die horen dat niemand dat helemaal nodig komt in de weg. Volgens mij. Tweede keer. Dat is laat, hè? Fucking hell. We zijn weg, jongen. Echt. Dus in dat stukje met die toren van de kerk wilden we eigenlijk terug naartoe gaan en we zeiden, we gaan via een andere route, maar daar was blijkbaar ook een alarm, dus dat ging keihard af. Maar die mensen waren aan het zagen en aan het boren, dus dat... Je hoorde dat niet, maar het is nog aan het afgaan. Hoor in de verte, ik hoor het nog steeds afgaan. Dus die hebben dat niet gehoord. Waarschijnlijk hebben die dat nu ondertussen door. Maar we zijn nu toch al weg, dus... Wij staan hier nu, die kunnen ons niks meer maken. What the fuck, man? Ik ken niet meer. Dus ja, die toren hebben we niet gedaan. En dat gedeelte eigenlijk helemaal niet. Zeker niet op de begane vloer. Die waren daar aan het werken. En dat was het mooiste stukje. Dus ik weet niet wat ze daar aan het doen zijn. Misschien alles aan het toemaken met platen, want ze waren met hout aan het werken. Dus ja... Geen idee. Dit is ook ineens... Het alarm gestopt is. Ja, nu is het gestopt. Net. Ja. Nu is het net gestopt. Hoe lang is het afgegaan? 10 minuten bijna? Ja, man, toch minstens. De vorige keer ging die niet zo lang, hè? Ja. Die andere. Dat shit. Van 5 minuten of zo. Maar dit is ook ineens het einde van de video, guys. Peace out. Stay exploring. Thank you guys for watching. I'll see you in the next Urbex video. Peace out. Oh, joh.